passen die nog. En? ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Sí, muy guapo. ¿Sí? Sí. Hey, ¿tú quieres la carne, no? Sí. ¿Eh? Sí, quiero. No hay ensalada, ¿no? No. Tengo rodillas y tengo papas. Right. Yo. Ja, goed, ja. Nee, maar ik heb al gezegd, Cindy neemt gewoon een dekentje mee. En als Sharon bang is dat ze snel moe wordt, dan moet ze dat ook maar even doen. Dan kunnen ze wel in de auto gaan slapen. Want ik ben echt wel van plan om tot het eind te blijven vanavond, hoor. Echt serieus, hè? Als je vanavond op Climax bent... Oh nee, je bent er. Smeer het er nog even in, hè? Buon appetito. Buon appetito. Es como mi abuela. Angel. Yeah, oh well, I'm a little bit nervous too, but in a good way, you know? So I'm already on my way to Climax. I'm going in 5 minutes. I guess I will be at the Gatherdom around 10:30 max. I will definitely be seeing you. Yeah, I see you. See you in a while. Exactly. Will you be also at the VIP to have a drink or something? Yeah, of course. Nice. Yeah, of course, man, of course. I see you there then, okay? Okay, see you there in a while. Okay, ciao. Ciao, Chris. Ciao, ciao. Ik heb eigenlijk wel zin om even muziekje aan te zetten. Personages, rolverdeling leeft hier. Beslommeringen stop ik klonzend in de regenton. Hey vadertje. Hey kereltie. Hey, ik zag dat jij had gebeld. Ik was je pas vergeten terug te bellen, joh. Ik was zo druk. Je bent een mooie. Nee. Ik was echt. Je bent een zoon van niks. Ja, nou. Ik was druk Climax aan het voorbereiden, weet je wel. Ja, dat is belangrijker dan je vader. Hè? Ja, het is niet anders. Hè? Je moet toch ergens keuzes maken, weet je wel. Ja, je moet ergens voor kiezen. Je was gesignaleerd in Veenendaal. Door wie? Door Ralf. Hij zei, het is jouw evenbeeld. Ik zeg, echt waar? Het is echt jouw evenbeeld. Ik ben gewoon een verbeterde versie van jou. Ik wens je ongelooflijk veel succes. Dankjewel, komt goed. En we bellen daarna even en dan geef ik je even een uitgebreid verslag. Hallo, artiest. Tonight is beaming straight across the universe.
camera van de camera. Ja, precies. Heb je al bandjes? Hè? Ja, ja, ik heb die. Jij? Ja. Tonight is beaming straight across the universe. Als ik dit pak aan mag en dan verder niet geschilderd hoeft te worden. Oh joh. Die shit ruikt sterk. Dus gaat nu voor de fotoshoot en dan komen we naar jullie toe. Ik moet loesoe. Ja, mag maar nog schieten. Hij wil hem, moet wel echt wat. Ja, ik ben er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Let's go. Succes. Luister, wij waren een interview aan het doen met D-Block en Estefan. Mm-hmm. Op een gegeven moment kregen we gewoon op de sms van beter houden jullie je bek nu, want we zijn nu gewoon muziek aan het luisteren. Serieus? Nee, ik niet. Alsof je vanaf de hemel naar beneden kijkt. Of de hel, wat is het? Ja, wat dan ook. Years from nothing to anything. It went so fucking fast, man. How do you manage that, man? I don't know, because that's just it's my life, and I cannot imagine anything different. I work really, really hard, and it's also some luck. And I mean, but it's just I do everything for this. I mean, I gave up everything. Het gaat over gewoon leven of gewoon overleven. Het is hoe je het ziet van moment tot moment. En ik zorg dat ik geniet.